De Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM, heeft zaterdag de nieuwste aanwinst, de eerste Boeing 737-700, verwelkomd op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Het toestel heeft als registratie de code PZTCS gekregen en de naam District Saramaka. Het tweemotorig vliegtuig heeft een configuratie van 8 business class en 120 economy class stoelen. Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie, die de aankomst van het vliegtuig meemaakte, zei dat dit een bijzonder moment is, voornamelijk voor de SLM. Voor Judith Redmond, waarnemend directeur van de SLM, is het een heerlijk gevoel waar er enorm veel werk aan vooraf is gegaan. Eigenlijk kriebelt het plotseling van binnen en ben je heel erg trots en voel je een klein beetje SLM'er. Maar het is mooi dat vandaag dit moment is aangebroken. Zeker mooi voor onze organisatie als SLM om hiermee haar vloot weer op niveau te brengen. En ja, ik ben super trots eigenlijk en blij dat ik hier mocht zijn bij dit moment met de SLM'ers. En wij zijn blij dat de machine er is om in ieder geval service te bieden aan de klanten. Het is een vernieuwing van onze vloot, dus we gaan ervoor. Dit is 737-700 in Suriname, neem ik aan, hè, van de Surinaamse maatschappij. Sowieso de eerste voor de SLM. Er komt een tweede. Er komt inderdaad een tweede. Wat wij rond oktober verwachten we de tweede. Dus wij zijn blij dat we in ieder geval nu een aanvang kunnen maken met de eerste machine. Zodat die snel in mag vliegen. Er is nog wat werk dat gedaan moet worden. Op dit moment komen er twee. Het zijn new gen machines, dus we verwachten dat die veel meer productie gaan leveren. Volgens Stephen Gonesh, onderdirecteur operationele zaken van de SLM, kan de eerste commerciële vlucht met de nieuwe Boeing eind april worden uitgevoerd, na alle formaliteiten met CASA's te hebben afgerond. Het vliegtuig is een nieuwe generatie vliegtuig, zegt Gonesh. Dat dus brengt de SLM weer een stap toch in de richting van nieuwere vliegtuigen en natuurlijk betere technologie. We gaan voor betere betrouwbaarheid en dat is eigenlijk wat we zeggen dat dit vliegtuig met zich mee moet brengen voor ons. Okay, het heet de eerste 737-700. Wanneer verwachten we de tweede? De planning voor de tweede is rond eind oktober 2018. De voorbereidingen zijn in volle gang voor het binnenhalen van ook die tweede machine. En die verwachten dus, zoals ik al zei, rond eind oktober 2018. Tot zover Stephen Gonesh, Vice President Operational Affairs van de SLM. Hij sprak nadat de SLM de eerste Boeing 747-700 heeft verwelkomd op de Johan Adolf Pengel luchthaven.